Het is zo dat mijn herinnerens binnen aan vrouw getieden. En als privacy van lu dat onderdeel van het bin, een beetje in kniep komt, heb ik nog zo maar een beetje verhinderd, zo ook in dit verhoor. Albedien trouwt met Hendrik dat dogen van hoeswaas was met een grote vrachtwagen, was een schierwicht en uibelshandig met naal en drood. rood. zien was je rechterhand en had een vast steen, in hout van sloopkomer, door Hendrik een groot bret mocht haar en ze elk moment vandaag, als ze maar één tiert haar, duchtig aan het sneden was met scheer, kleermokkerskriet, knapspijlen en lapke stof. Tin gaande van allerhande schiere klaar... was voor weer lopies werk en minnegaan de snijden over hun naaiwerk. Ja, aukje, eh, uh, abedien bedouwde haar handen recht op steen, En de pordemonee spon er ook nog nu vergoorden bij. u in het dorp wozen wat heur rafeer was en maakten geen gebruik van hun voedselderij. Zelfs Domi van Koksjongse Kerk kwam zijn stiets over flauwer. Verwijlden toga kreeg in een, een hemelbeurt. En gong de strikgister ging weer bef. Want Domi moest de zondoorst bij preek op kazel van zindelijk bist zijn motto was: een toga die slobbert ondermint het gezag. En Sinterij was verzulf reken van kerk. Benol manlui daar ga je vrouw toe zaten, was een achterdeur ook goud te vinden. En luidt een suggerend een schierpak aanhouden. Het was verzulf kuurwerk. En met pas en meten ging een versleten. En wel zo, en mocht er wat van denken. Als ze in keuren of lange onderboksen in komen stonden en haar bediend er op knijden vuur om met medelind lengte van haken tot kruis te meten.